Hé, wat is dat nou voor een gehuil? Zou dat het nieuwe jaar zijn? Ach, Gert, nee, het is mijn kind. Dames en heren, neem me niet kwalijk, maar ik heb mijn kind meegenomen. Mijn vrouw is namelijk in Kudelstaart bij haar ouders. Ach, Gert, zoet maar. Ja, zoet maar. Zal vadertje even een reserveluiertje omleggen? Hè? Zo. Even het hemdje omhoog, even niet kijken. Even het achterassie optillen. Oh, wat een plaatje van een luier. Dat kind geeft toch zulke schitterende luiers af, hè? Dat is gewoon een lust voor het oog. Ja, als man zijnde heb ik dat vroeger nooit zo begrepen. Maar de moderne zuigelingenwetenschap hecht bijzondere waarde aan het coloriet. Vroeger was dat gewoon een biologische aangelegenheid. Als ik huilde, dan zei de baker altijd, ik geloof dat hij even uit de broek mot. Maar als ons kind een klein beetje anders huilt dan anders, dan wordt er direct een dokter bijgeroepen. En het eerste wat zo'n dokter vraagt is, en mevrouw, hoe zijn de luiers? Vincent van Gogh of Karel Appel? En dan moet je die twee met kunstgenot naar zo'n luier zien kijken. Mijn vrouw kijkt echt met kunstgenot naar een luier. Trouwens, mijn vrouw beweert dat er in het Stedelijk Museum in Amsterdam een paar ingelijste luiers hangen. Zeg, wat doe ik eigenlijk met dat ding? Gooi je dat weg? Zal ik het eens even de zaal ingooien? Nee, ik gooi het naar buiten. Het is lekker voor het jonge groen, hè? Jong groen! Hier zo! Zo, even een reserveluiertje. Dan gaat toch maar niets boven een wafeltjesluier, hè, mevrouw? Nooit stug uit de was. Nooit schrijnen aan het prille stuitje. Ik heb ze voor Robbie genomen met pasvorm, dan heb ik er later ook nog wat aan. Hè? Zo, zeg, wist u dat er nog steeds moeders zijn die een driehoek vouwen? Ja. Maar dit gaat ontzettend gemakkelijk. Dit wendt direct. Nou ja, alles wendt, zeg ik altijd, hè. Vader worden ook. Hoewel, dat moet je wel even verwerken, hoor. Als je voor het eerst van je leven hoort dat je voor het eerst van je leven vader gaat worden, dan denk je ook als je op straat loopt, nou, ik hoop maar niet dat ze iets aan me zien. Of als je de tram binnenstapt, dan denk je, ik hoop maar niet dat er iemand voor me opstaat. Zo, klaar is het luiertje, jij gaat slapen. Ja, toch wel een hele geruststelling, hè, als je zo'n kind ziet liggen en je weet dan dat over 65 jaar zijn AOW verzekerd is, hè. Toch sta je wel eens te mijmeren. Toch sta je wel eens te mijmeren. Ik denk wel eens bij mezelf, wat moet zo'n kind nou weer worden in dit overbevolkte land, hè? Nou ja, van mij mag hij alles worden, hè? Hij mag alles worden, ja. Als hij maar geen boekhouder wordt of kassier. Nee, dat is zo'n kortstondige wilde. En eigenlijk vind je aan zo'n klein kind niks aan, hè? Die hele kleintjes die zijn veel meer voor hun moeder, hè? Als hij groter wordt, dan mag hij met papa mee, hè? Als je groter wordt, dan mag je met je vader mee. We gaan naar Artes, naar de kamelen. Als je groter wordt, dan gaan we naar de eendjes in het park. En dan gaan we samen roofmoordje spelen. Dan koop ik autootjes en kranen en een dragline en een jeep. En een knots van een Meccano en een DAF. En een trein, ja, ja, elektrisch, met een eigen emplacement. Ik koop zo'n trein, maar daar blijft hij dan vanaf. Als je groter wordt, dan krijgen we het opvoedingsprobleem. Het is zoeteer het weefsel van de kinderzielen. Je mag kinderen nooit remmen in hun actie en hun spel. Want je kunt ze psychisch, oh, zo gauw vernielen. Als ze dus later je auto uit elkaar rammen, of grind in de voorkamer gooien, of het bankstel openknippen, dan moeten wij volgens de moderne psychiaters zeggen, fijn jongen. En als ze voor hun verjaardag tanks willen en raketjes en bommenwerpertjes, dan moet je ze die geven, anders krijgen ze een trauma. Hè? Ach, het is nog niet zo ver. Maar het gaat zo gauw, voor je het weet heeft hij drie strepen op zijn mouw. Voor je het weet schrijft hij gedichten en probeert mij op te lichten voor een tientje. Want o mens, het gaat zo gauw, voor een tientje, want o mens, het gaat zo gauw. Als je groter bent, dan ga je naar de grote school en dan begint het, je carrière.
En je vader gaat dan netjes naar een ouderavond toe. En dan komt het zo vanzelf, de misère. Dan krijg ik ruzie met de moeder van een meisje uit je klas. Nee, mevrouw, mijn Pietje speelt nooit vals met spelletjes. En de meester zegt, meneer Zonneveld, hij is niet slim. Maar misschien met wat geduld haalt uw zoontje de ULO. En dat is voor hem dan welletjes. Nou, de ULO, nou ja, die meester die is gek. Mijn jonge meneer die heeft een kop en die kan leren. Mijn jonge meneer die gaat naar de HBS. En als het niet mocht lukken, dan zal ik het wel forceren. Stel je voor, op het ogenblik is 80% van de leraar al onbevoegd. Morgen 100% en overmorgen hebben we geen HBS'en meer. Krijgen we zeker meetkundeles van de melkboer. Nou, het zou wel makkelijk zijn, hè? Kon je het 's morgens meteen allemaal aan de deur afdoen. Melkboer, een liter melk, een flesje koffieroom en de stelling van Pythagoras. Ach, het is nog niet zo ver, maar het gaat zo vlug. Voor je het weet heeft hij 2 kronen en een brug. Voor je het weet heeft hij een brommer. Voor je het weet is die nog stommer dan zijn vader, want die was ook nooit zo vlug. Nee, kindje vader, gut, die was ook niet zo vlug. Nog maar eventjes, er is mijn jongen 17. Hij neemt mijn auto en hij gaat uit rijden. Nou, die hele smalle pijpen zijn geen mode meer misschien, want dan hebben ze weer van die hele weien. Hij is narig, hij heeft puistjes en hij voert geen donder uit. En hij heeft geen zin in werken, die meneer. Dan is rock and roll vervangen door zoiets als boepsiewoep. En dan is Amsterdam zo uitgebreid, dan ligt het uitgaanscentrum ergens in Slotermeer. En om 3 uur 's nachts dan is die jongen alsnog maar niet thuis. En zijn moeder ligt te wachten en ik ook. En zijn moeder zegt, ik hoor een deur, Willem. Ga jij er even uit? Nou, ik woedend en zijn moeder van de kook. Zo, is meneer daar eindelijk? Ik zal jou eens wat zeggen, jongeman. Zolang je bij mijn huis woont, heb jij je te gedragen. Grimp je dat? Ik ben nog steeds jouw vader. En dat scheen jij wel eens te vergeten. Dat gaat maar naar Slotermeer. Boepsie woepen. In mijn tijd waren wij tenminste behoorlijke nozems. Wij droegen behoorlijke broeken met behoorlijke smalle pijpen. Het gaat maar uit, geef maar geld uit. Moeder en ik maar krom liggen. Ja, spreek me niet tegen krom. Die moeder en ik geen droge draad meer aan ons leven hebben. Ik weet waarom ik dat zeg voor die droge draad. Slaat natuurlijk nergens op, maar ik ben buiten mezelf. Snap je dat? Rotjongen! Ach, gut, dat wurm. Ach, gut, het is nog niet zo ver. Maar het gaat zo gauw, voor je het weet heeft hij een flinke, brave vrouw. En wij ouders zitten samen in een rusthuis voor de ramen. Het duurt nog eventjes, maar mens, het gaat zo gauw. Het duurt nog even, maar o mens, o mens, o mens, o mens. Wat gaat het gauw?